Zie je voor jezelf nog een rol weggelegd om links een beetje te helpen? Ja, absoluut niet. Maar je bent ja, wel iemand die een beetje uh, relletjes kan veroorzaken. <rapple> relletjes? Dat doe ik helemaal niet. Andere mensen veroorzaken relletjes omdat ik iets verstandigs heb gezegd. Ja, ja, maar okay. je bent wel een wat afwijkend figuur die misschien de aandacht kan trekken. Op de punten, ja, standpunten ik, ik van ik links. Ik ben zelf niet, niet verantwoordelijk om, om nu om mijn oh. hoedjesbeleid... Uh, en stee, zeker niet naar koffietijd, dat ga ik zeker niet doen, nee. Nee, ik weet niet, bij mij is dat zo dat de meest onverwachte dingen veroorzaken relletjes. Ja, en zeker ook de mediajournalistiek is, is uitgesproken rellerig ingesteld. Hoe? de mediacourant. Die kunnen echt, die kunnen van een dode muis, daar kunnen ze nog een wereldraadsel van maken. Dat je die site kent? Ja, natuurlijk ken ik die site. Want er zit een of andere achter een man. Man zit er achter Bob. Die woont nog bij zijn moeder. En die schrijft allemaal die stukjes. <laughs> dat is, hij woont nog bij zijn moeder. Ja, dat is een patroon. Die bij de moeder woners. Weet je wie ook bij zijn moeder, die heel lang bij zijn moeder heeft gewoond. Maar Montgomery. Uh, Moederskind. Leuk, dit is leuk. Ook voor een. Is dit niet iets voor een, een televisieprogramma? Moederskinderen die de wereld veranderd hebben. <laughs> He? Je hebt echte moederskinderen die, die enorm ook aan hun moeder hangen. Ik kan dit allemaal makkelijk zeggen. En ook vanuit een lichtelijk ironische achtergrond, omdat ik nou helemaal geen moederskind was. Maar hoe ken je de mediakorant? Die uh, kun je met een druk op de knop kun je ja, die. Snap ik. Maar waarom ga je dat lezen? Het is nou niet echt uh, wat jij normaal leest van dat intelligente lezen. Zoals leesvoor. ik al eens meer heb uitgelegd, ik ben graag op de hoogte van dit soort van dingen. Dat je weet wat er speelt in de samenleving. Hè? Daarom kijk ik naar Twitter. Om te weten wie je op komt halen als de tribunalen starten. En waarom kijk je naar mediacourant? Nou, vaak omdat mijzelf een rol is toebedeeld in een de door hen veroorzaakte relletjes. Dat je denkt, nou wil ik wel even weten hoe dat zit. En als je het dan leest, denk je: hoe komen ze erop? <laughs> het is ongelooflijk. Maar nou, wat schrijven ze dan? Nou, wat was het vorige relletje? Ja. Uh, Nee, vooral het, wat, wat ze doen. Als je dus iets onvriendelijks zegt, dan is het meteen. maakt met de vloer gelijk. Eh, vernietigt zus of zo. Eh, nou maar dit, dit soort van. Het, het wordt verbaal dus aangescherpt. Dat is de strategie. Dat is allemaal natuurlijk voor. Kijk, alles wat zich in de Nederlandse media voordoet, is flauwekul. Voor 99% voor is het flauwekul. Eh. Maar trekt natuurlijk aandacht. Dat is wat ze, wat ze willen doen. Ja, dat denk ik wel. Ja, misschien had ik de mediacorant helemaal niet moeten noemen. Maar ik zie het Media mediacorant als een voorbeeld van, nou ja, van die grilligheid van, die van, van dit type van journalistiek. Mm. Ja, weet het, in iets mindere mate kun je dat ook zeggen. Hoe heet dat nou dat programma? Eh, als dat is een goed bekeken programma dan promenade? Nee. Eh. Ja, promenade, maar dat is toch niet nee, helemaal nee, niet promenade. Nieuws. Nee, ook niet shownieuws, dat leidt aan dezelfde kwaal. Nee, po nieuws van PoNet. Nee, 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 hoe heet dat nou? We ze altijd achter zo'n desk staan. RTL Boulevard. Boulevard, dat is, <laughs> sorry dat ik er niet op kon. Dat is Fruidejaans. Ja, afschuwelijk programma, werkelijk. Terwijl je daar heel vaak in te gast bent, dan bellen ze je weer. Nee, ik ben er nooit in. Ik ben wel eens in te gast geweest, maar ik probeer het altijd af te houden. En wat de slimste weer? begin bellen ze je weer. Mm Hé, -hmm. hey, Maarten, hoe vond je het? Goede kandidaten? Ja. ja. Ook de jaarlijkse nutteloze opwinning over de slimste. Ja, het is een goed bekeken programma. Het is een quiz. Het is een leuke quiz. Niemand begrijpt eigenlijk precies waarom het zo populair is. Dat is alles wat er over te zeggen valt. Namelijk dat het ongekend populair is.